Oei. Oh, shit, dan weet dat weer al. Dat is altijd met die broek. Shit, nu zit die ook vast. En dan moeten we dat trucje doen dat Sportstan gezegd heeft. Voilà. En nu beweegt dat niet meer, nu gaat dat niet meer open. Zeker luister, want Sportstan heeft ons iets verteld dat wij niet wisten. Vertel het nu maar eens aan de rest van de Het probleem was dat Julie haar streep daar juist open stond. Mijn spriet, niet mijn streep. Oh, sorry. Oh, maar dat is allemaal hetzelfde. Maar bon, dus ik zei, ja, van achter aan uw rits, dus aan het ijzertje eigenlijk, daar is een klein stukje ijzer op. En als je dat dan in je rits duwt eigenlijk, dan kan je rits niet naar beneden, dus dan staat die spriet niet open. En sommige broeken hebben dat al meer dan andere broeken. Maar dus dat ijzertje, je bedoelt eigenlijk dat stukje waar je met de rits open en dicht. Ja. Daar achteraan zit nog een stukje ijzertje dat je in je rits kan duwen. Ja? Dan blijft dan gaat die spriet normaal nooit open. En dan duw je dat in het rijtje rits? Ja, duw je dat normaal gezien, zit dat daar automatisch in als je dat plat legt. Hè? Maar alleen maar. Hij gaat het daar niet in. Je moet dat eens testen. Sommige broeken hebben dat al wat meer. Is dat ijzertje al wat langer dan het andere? Dus Peter die maakt altijd het mopje Mark zeggen tegen Bark Boussoufa. Allee, ik hoop ook dat dat juist is, maar dat is niet echt heel grappig. Maar toch heeft me dat toen wenen aan het lachen. Doet Mark mee? Boussoufa? Nee, Bark is niet geselecteerd voor de Champions League. Nee. Hij heeft zijn selectie, die mocht zijn selectie aanpassen. Dus een Bark zal niet te zien zijn vanavond. Ik moet iemand die zegt, Peter, hou uw gezeik. Sorry voor het gezeik. Vertel eens, waarom ben je Julie? Ik kan het niet meer. Oei. Een pronostiek. Oei, er wordt geweend. Een pronostiek, Sportstan. Pronostiek, laat ons dromen van een 1-0 overwinning. Laten we samen dromen, kerel. Lekker dier van me. Laat ons dromen. Sorry. Ik neem ontslag. Ik kan niet meer. Hebben we gezopen? Ja. Wat die bakkes. Die kunnen tot 6 rijstroken auto's flitsen. En We hebben toch geen 6 rijstroken nergens? Nee, maar het kan, mochten we dan 6 rijstroken willen. Maar we hebben dat niet. Maar wacht, laat mij toch eens uitspreken. Wat een schandalige uitgave. Maar wilt je nu, godverdoemd zeggen, man. Mind your language. En flitst ook in beide richtingen. En dan heb je soms wel 6 rijstroken, Peter van der Veyre. Er staat altijd bomen en bermen tussen. Heb je nu je 2 middelvingers weer opgestoken? Ja, maar je mij niet laat uitpraten, Peter. Echt waar, als je dat nu even had gedaan, hè, hadden we wel wat tijd kunnen besparen. En hadden mensen zoiets van, maar nu zijn ze helemaal niet meer mee met het verhaal. Hè. Welk verhaal? Trouwens, op 4 maart is het pyjama-dag. We hebben daar nu zo'n Facebook-event van gemaakt en zo. En jullie kunnen jullie daar dan op aanwezig zetten en die pyjama aantrekken. Dat is super tof en zo. Maandag zijn we terug, Peter en ik. En ik hoop jij ook. Dag! Music and more.